Iedereen die de video van gisteren heeft gezien, die weet dat ik spijt heb dat ik al mijn credits al had geclaimd voordat de nieuwe knokker Willow uitkwam. Want ja, daardoor moet ik nu betalen om Willow te krijgen. Maar ja, gisteren had ik de nieuwe uitdaging gedaan. Ik dacht, dat is leuk, krijgen we wat credits erbij. Maar achteraf gezien was dat ook super dom. Ik blijf gewoon dom bezig. En nu denken jullie, Joram, waarom was dat dan dom? Ja, misschien weten jullie het al. Maar die credits, die kan je dus niet overzetten. Die credits die ik hier heb gekregen, dat was er trouwens in totaal 350, geen 250. Maar die 350 credits, die zijn bij dit room level bijgekomen. En ik dacht, nou, die worden dan automatisch overgezet naar de knokker. Maar dat is helemaal niet zo. Dus al die credits die ik gisteren heb verzameld door die uitdaging te doen, die zijn gewoon weg. En ik heb nu 0 credits voor Willow. Ik moet Willow helemaal vanuit niks gaan kopen. No man, wat moet ik daar nou mee? Ik weet wel namelijk dat ik hier credits heb. Ik kan deze 7 keer claimen. Dat kan ik eventueel doen. Maar ik kan ook deze aanbieding kopen. Dan hebben we voor 22,99 euro Willow met de skin en met de spray erbij. Het is een redelijke aanbieding, maar het is nog steeds veel geld. En dit is gewoon puur mijn eigen schuld. Ik had gewoon gratis Willow kunnen krijgen. Maar ik ben zo dom om alles in mijn room level te stoppen, waardoor ik wel een hoog roomlevel heb. Dat wel. Dan kan ik flexen met mijn roomlevel. Want ik heb dan hier rode planeet. Ik heb Mars. Nee, maar voor de rest is het echt super dom. Maar ja, we gaan zorgen dat we in ieder geval Willow gaan krijgen. Ik ga deze rewards even claimen. En dan gaan we eens kijken wat we volgens daarmee kunnen gaan doen. Want we krijgen wel ongeveer 200 credits erbij. Nou, dat gaan we dus even claimen. Dan gaan we eens kijken hoeveel het dan nog kost qua edelstenen. En anders kopen we het gewoon voor die 22 euro in de store. Maar voordat we verder gaan, wil ik jullie eerst even vragen om dat duimpje omhoog achter te laten. 1000 likes. Heel vet zijn als dat gaat lukken. En vergeet ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Blijf op de hoogte van al mijn video's. En mocht je nou ook willen kopen of iets anders in Brawl Stars, de Brawl Pass, dat is het meest handig om, als je dan toch iets koopt, om te kopen. Maar vergeet dan natuurlijk niet de code BOUS in te vullen. Support je mij een klein beetje mee. Maar laten we maar beginnen met het claimen van deze credits die ik hier krijg. Het zijn er niet heel veel, maar misschien dat het wel wat edelstenen kan schelen. En dan kunnen we even op die manier Willow kopen. Maar aan de andere kant, ik ga natuurlijk Willow, die skin, die wil ik uiteindelijk ook kopen waarschijnlijk. Dus het is misschien wel voor mij een betere deal om gewoon voor 22 euro Willow met skin, met spray te krijgen. Want vroeg of laat ga ik waarschijnlijk alsnog die skin kopen. We zijn 317 edelstenen kwijt als ik nu Willow wil kopen. En 317 edelstenen, dat is ongeveer 20 euro. Dus zo heel veel goedkoper zijn we niet uit. En hierbij heb je dan wel die skin erbij. Ik ben alleen vergeten hoeveel die skin anders zou kosten. Maar we gaan het gewoon doen. Met pijn in mijn hart koop ik nu een knokker voor 23 euro. Die ik gratis had kunnen hebben. Maar dat is gewoon echt puur mijn eigen schuld. Ja. Nou ja, maakt niet uit. Nou, maakt eigenlijk wel uit. Het is gewoon super dom. Ja. Nou ja, in ieder geval, ik heb hem nu gekocht. Dus nu kan ik niet meer terug. Maar we hebben de nieuwe knokker Willow ontgrendeld. Hey. Oké, lief, wellicht, angstaanjagend, ongetwijfeld, controle, 100%. Zo, dat is een mooie tekst voor Willow erbij. Maar wat wel mooi is, is dat we meteen een skin erbij hebben. Dus dat is wel erg leuk. Ja, deze skin ziet er wel echt bruut uit, om eerlijk te zijn. Dus in dat opzicht is het wel een mooie deal. En natuurlijk een spray die we erbij krijgen. Dus dat is ook wel erg nice. Dat is die spray, ja inderdaad. Dus al die room of die credits die ik net heb gekregen hier zo, die heb ik meteen wel overgezet naar mijn room level. Kijk, dat wordt dan wel overgezet naar je room level. Maar de credits die je in je room level hebt staan, die worden niet overgezet naar de knokker die je op dat moment kan vrijspelen. Dat zouden ze eigenlijk moeten doen. Dat zou wel heel veel schelen. Maar ik snap wel waarom ze dat niet doen. Want op deze, anders had ik deze aanbieding niet gekocht. Ja, en dat hebben natuurlijk meer mensen. Ja. Nou ja, laten we in ieder geval Willow maar eens gaan selecteren. Met natuurlijk de nieuwe skin. Maar oh, het is natuurlijk een mythische knokker. Hier is Willow. Ga ik trouwens binnenkort ook Willow naar maximaal level upgraden. Dan gaan we dan in een andere video even kijken hoe goed Willow is op maximaal level. Met gadget, met sterrenkracht en met gears. Dus dat komt binnenkort. Maar eerst even natuurlijk met de nieuwe skin. Ja, ik heb nog niet eens gewoon met Willow gespeeld. Of ik heb gewoon die skin al vrijgespeeld. Maar we doen even een potje. We doen even solo showdown. Dat is wel leuk. En dan gaan we eens kijken of we even een potje kunnen winnen. En we hebben ook een opdracht. Namelijk dat we 15 potjes moeten winnen. En daar krijgen we ook nog eens 1000 tokens erbij. Oh, we hebben een duo showdown dagelijkse opdracht. Weet je wat? Dan ga ik die wel even voltooien ondertussen met Willow. Want die opdracht is natuurlijk na 18 uur is die weg. Dus dan is het handig als we die meteen eventjes gaan voltooien. Maar ja, dan gaan we dan. Mijn eerste game in het echt met Willow. Ik weet niet hoe goed Willow is. In ieder geval, ik vond toen ik voor het eerst met Willow kon spelen, vond ik het niet echt een hele goede knokker. En dat komt vooral dat je niet meteen damage doet. Kijk, je doet heel geleidelijk aan doe je wat damage. Je doet uiteindelijk wel redelijk wat damage. Maar het is niet in één keer veel of zo. Ja, trouwens, je doet, dat hebben ze wel aangepast.
toen ik met Willow speelde, toen deed je niet meteen damage. Ja, dat duurde allemaal eventjes voordat je weer een keertje damage deed. En, oh, nu heb ik hem wel. Ja, dus je doet nu wel bij de eerste hit meteen een damage. Dus dat is wel fijn. En ik zit trouwens met een andere Willow in het team. Oké, dat is wel nice. Want toen ik zal het even uitleggen voor degene die die video misschien niet hebben gezien. Hoe Willow eerst was, je gooide je attackte. En dan duurde het daarna gewoon 1-2 seconden voordat je eerste damage deed. Ik zal nu even op de kist demonstreren. Kijk, nu doe je meteen damage, je eerste damage. En normaal deed je dat pas na 1-2 seconden. En dat was wel echt heel slecht. Maar gelukkig hebben ze dat aangepast. En volgens mij doet Willow ondertussen wel iets meer damage. Dus dat is mooi. Die Max, dat was hem al. Ja, Willow Team OP. Ja, we zijn met twee Willows tegen allemaal bots. Ja, en dan qua opdrachten gaan we niet heel snel, want ik heb bijna geen damage gedaan. Dan moeten we in de volgende, moeten we dat even wat beter doen. Gewoon net wat meer damage doen met Willow. Dus daar gaan we nu even op focussen. Eventueel kunnen we ook andere game mode doen. Ja, knokbal, daar heb je wel wat muurtjes. Eigenlijk zouden we even game mode moeten hebben waar veel muurtjes zijn. Bijvoorbeeld dit. Hier in het midden kan je lopen. Misschien dat dit wel even een goede is om even Willow te testen. Want in het midden had je twee muren die overdwars liepen. En daar kan je natuurlijk als thrower goed tussen staan. Dus misschien dat Willow voor zo'n map wel hartstikke geschikt is. Maar we moeten tegen echte mensen. Ik had eigenlijk verwacht dat we tegen bots zouden moeten. Maar misschien heb je dat niet in gevarenzone. Ik heb geen idee. Want ik heb het idee, normaal als hij naar vijanden zoekt, of teamgenoten, normaal gesproken tegen bots, heb je meteen, zeg maar, spelers gevonden. Oké, hier even damage. Ik mis al mijn shots. Dat is een beetje balen. Oh ja, en trouwens, je moet ze ook in één keer raken. Ze kunnen geen damage daarna nog krijgen. Ja, oké, nu heb ik hem. Top. Ik zal trouwens even hier gaan staan. Want bij Barley, als dat plasje blijft liggen en je loopt eroverheen, krijg je natuurlijk nog damage tegen. Bij Willow werkt dat niet zo. Dus bij Willow moet je iemand raken om damage te doen. Als ze later over het plasje heen lopen die je hebt gegooid, dan krijgen ze dus geen damage meer tegen. Maar het is een beetje saai, want onze tegenstanders doen eigenlijk helemaal niks. Nou, als jij daar blijft staan, dan ga ik namelijk even hier aanvallen. En dan kunnen we even zorgen dat ik mijn super kan krijgen. Want ik wil namelijk een van die knokkers eigenlijk eventjes overnemen. Oké, ik heb nu mijn super. Dan wil ik die Shelly. Oh, dat is jammer. Dat is jammer. Ik wou die Shelly namelijk overnemen. Want dat is namelijk echt OP. Als die Shelly... Oh nee, je kan trouwens geen super aanzetten. Of Jackie. Met Jackie, Shelly, tanks. Als je die over kan nemen. Je doet zoveel damage, jongen. Dat is echt niet normaal. Oké, ja, dit is mooi. Ik wacht heel even totdat ze weer bij elkaar zijn. En dan wil ik eigenlijk die Jackie overnemen. Dus gaan we eens kijken of dat kan. Ja, oké. Oh nee, ik had hem niet overgenomen. Oké. Nee, dat overnemen, dat is nog lastiger dan dat je denkt af en toe. Je denkt misschien, dat is vrij makkelijk. Maar gewoon het mikken of zo, dat gaat gewoon niet zo lekker. Ja, dat was weer een hit. Ik blijf hier wel eventjes staan. Dan gaan we dit potje in ieder geval makkelijk winnen. Ik zie jullie wel zo meteen als we iets verder zijn. Maar in de volgende game ga ik even gewoon solo doen. En die duo opdrachten die voltooi ik binnenkort wel eventjes. Maar dan gaan we even ervoor zorgen dat ik eventjes een tegenstander ga overnemen. Dat zou mooi zijn. En misschien dat ik dan hem het gif in laat lopen. En dat we op die manier gewoon een win mee te halen. Dat zou toch geniaal zijn als dat gaat lukken. Maar dit potje is binnen. Ja, dit waren wel bots waar we tegen moesten. Want ze waren wel echt heel erg slecht. Ja. Nou, prima. Dan gaan we nu door. En dan gaan we dus even een potje solo showdown doen. Ga ik even kijken of ik een potje weet te winnen. Door dus de tegenstander, de laatste tegenstander in het gif te laten lopen. Ik ben heel benieuwd of dat gaat lukken. Ik denk dat het wel een moeilijke uitdaging gaat worden. Oké, ik moet even zorgen dat ik mijn super krijg. Ja, die heb ik nu. En die al primo gaat hier nu dood. Die gaat net niet dood. Oké, dat is jammer. Nu moeten we die bol eigenlijk zien te krijgen. Dat zou mooi zijn. Oh, die loopt nu deze kant op. Ah, die gaat nu denk ik ook wel dood. Ja, nu hebben we die ook. Oké, ik heb een super al, dus dat is mooi. Dan moeten we eigenlijk nu eventjes gaan wachten totdat er één knokker overblijft. Misschien is het wel handig om iets sterker te worden. Ja, er is nu één knokker over, want die 8-bit heb ik nu gekild. Dus dat is mooi. Oh, dan moeten we nu die Jackie hebben. Dan moeten we eigenlijk even wachten totdat het gif iets dichterbij is. Dan moet ik Jackie gaan overnemen. En dan moeten we zorgen dat we Jackie in het gif laten lopen. Kijken of dat gaat lukken. Of ik lok hem iets naar de zijkant. Dat kan misschien ook. Jackie, kom hier maar. Kom hier maar. Ik wil jou even in de buurt van het gif hebben. Dus kom hier maar. Kom maar, Jackie. Of het gif komt ook vanzelf hier naartoe. Maar die Jackie, ja, hij doet nog niet heel veel. Hij wil nog niet echt deze kant oplopen, om eerlijk te zijn. Dat is een beetje balend. Ja, hij komt al iets meer. Kom maar, Jackie. Oh, dat zou zo... Oh, nee, niet Jackie. Het is een stoel natuurlijk. Oké, ik ga het nu proberen. En gaan we het gif inlopen. Ja, 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 ja. Ik loop hem gewoon het gif in. Ga ik hem nu killen? Oké, ik kan nu met één hit kan ik hem hebben. Oh, dit kan gewoon werken. Oh, dit is geniaal. We doen het nog een keer. Ik heb hem net niet kunnen killen. Als ik hem iets meer in het gif nog had kunnen lopen, was hij gewoon gekild.
doordat hij het gif inliep. Dat is echt ziek. Oké, we gaan het nog een keer proberen en nu moet het echt lukken. Ik denk dat het geniaal is om op die manier te kunnen winnen. En ik denk dat in solo showdown Willow wel kan werken, maar dan vooral verderop in het gevecht. Als je een andere knokker kan overnemen, als je eenmaal je super hebt, dan is Willow goed. Maar zonder super, ja, denk ik niet zo. Maar ja, maakt niet uit. Ik zie u zo meteen wat verder in het potje. En dan gaan we dus weer kijken of we een win kunnen halen door iemand over te nemen en die het gif in te laten lopen. Oké, het is nu gewoon showdown, maar ik heb nog gewoon geen hit gedaan. Dat is een beetje balen. En ik heb ook geen idee waar die laatste knokker is. Ja, ze hebben opeens echt allemaal elkaar gekild. Oké, hier is een 8-bit. Dat zou eventueel kunnen, maar dan moet ik heel rustig een super halen. Ja, ik weet niet of ik hem nu al kill. Geen idee. Ik laat hem nu eventjes rondlopen. En dan moeten we even wachten totdat hij weer wat levens erbij heeft. Dan ga ik hem weer aanvallen, want ik moet gewoon even rustig mijn super laden. We kunnen nu weer even 2 hits doen. Ja, dat is weer 1 hit. Nog een hit. En dan denk ik dat ik zo meteen mijn super heb. Ik wil die even weg hebben. Ja, ik heb nu mijn super. Dus ik kan hem nu zo meteen het gif in laten lopen. Dan moet hij natuurlijk wel in de buurt zijn, dat ik mijn super kan raken. Ja, even afwachten. Ja, wat gaan we doen? Zal ik hem nu schieten? Nou, ja, nu kan het wel. Oké, we kunnen nu hier 1 bit het gif in laten lopen. En het gaat sowieso lukken. Ja. Gaat hij dood? Gaat hij dood? Gaat hij dood? Gaat hij dood? Hij gaat dood. Hij liep niet meteen het gif uit, maar dit kan gewoon werken op deze manier. Dit is toch geniaal. Je kan knokkers overnemen en die gewoon het gif in laten lopen. Trouwens, ondertussen hebben we die opdracht wel bijna voltooid, Richt 66. Oh, dit was in solo showdown. Oh, daar had ik ook een opdracht richtschade aan. Nou ja, we gaan die opdracht in ieder geval eventjes voltooien. Want dan krijgen we in ieder geval weer wat credits erbij. Nou, niet dat het heel veel uitmaakt, want ik heb alleen maar room level waar ik het op kan vrijspelen. Maar het is toch wel even leuk als we die duo opdracht ook even voltooien. Maar ik vind het wel geniaal om op deze manier met Willow te spelen. Je kan er zoveel leuke manieren en challenges mee doen. Misschien is het ook leuk om binnenkort een minigame te doen met Willow. Maar ja, dat zien we tegen die tijd wel. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken. En dan heb ik tot slot nog één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als jij nou onmiddellijk hebt genoten van deze video, dan vind je de video die hier komt te staan waarschijnlijk ook wel leuk. Dus dan kan je die nog even checken. En druk hierop, dan kan je abonneren en blijf je op de hoogte van al mijn video's. En nog één laatste iets. En dat is het allerlaatste van deze video. Check bouws.nl voor de bouwsarbeid kleding.